Discovery Channel presenteert de Glenfiddich Challenge 2012. This is it. The dawn of the adventure. Six eager men are ready to take on the Highlands. At least they think they are. Drie teams met ieder hun eigen challenge. Bram en Marnix enthousiast, Nanno en Jeroen gelouterd, Jan en Hielke gretig. Samen reizen ze door het hoge noorden van Schotland op jacht naar voldoening en naar nieuwe verhalen. Vanochtend heel vroeg wakker geworden, omdat je natuurlijk toch alles spannend vindt. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar ik ben er nu klaar voor. To conquer man's fear of heights. That is the challenge for Bram and Marnix. De challenge van Bram en Marnix begint met een stevige wandeling bergopwaarts tot zo'n 800 meter hoogte. Zonder asfalt, voor de duidelijkheid. Ik denk dat het tegen gaat vallen. Nou, dan ben je wel een half uurtje zoet mee. Nou, gewoon vliegt gewoon. Een half uur, ja. Dat is wel heel snel, hè? Een half uur. Want als ik eerst ga, ik ben 25 kilo zwaarder, dan... Ik kom je dan, boven op mij, ja, dus dat is beter dat jij naar boven haalt. Ik zou toch een beetje ondersteunen? Blijft die gladde rots omhoog? Nou, ja, hoogtevrees is... ik heb een beetje geoefend met wandklimmen, maar wie weet levert het wat op. If you want to be criticized, marry. If you want to be praised, die. What goes up Ik ben iemand die nogal graag de boel in handen heeft. Maar als je één keer uitglijdt, dan ben je niet te houden, want het touwtje gaat alle kanten op. Nadat vier teamgenoten zonder vrees zijn voorgegaan langs de gladde rotswand, laten Bram en Marnix zien waarvoor ze gekomen zijn. Maak eens een sprongetje, dat voelt lekker aan. Hoppakee. Bedankt. Het was behoorlijk glad. Nou ja, maakt niet uit. We zijn beneden gekomen en zijn we veilig. De helm kwam weer af. Down from the heights into the current. Ten eerste was de hoogte mijn uitdaging. En het water, dat zat Marnix niet zo lekker. Dus, Save your prayers. Go. Nu dacht ik, oh nee, benen strekken, armen strekken. Niet onder ze boven gaan. Dit was echt allemachtig heftig. Dry your tears, friends. Bram and Marnix have captured the spirit of the Highlands. They pass on the torch of leadership to Nanno and Jeroen. Their challenge will be one of true endurance. Alleen de stroming was het hard, hè? Echt ongelooflijk, ik moest echt peddelen als een gek. Iedereen heeft gewoon een goede conditie, dat is wel goed om te zien. De challenge wordt mogelijk gemaakt door Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky.